In deze film ga ik een lijn rondom mijn model maken. En om dat te doen moet ik eigenlijk eerst het model losweken van de achtergrond. Dus ik moet het gaan selecteren. En ik hoef geen hele strakke selectie te maken. Ik kan daar dadelijk namelijk een klein beetje mee spelen en ik kan dat dadelijk makkelijk op gaan lossen. Dus we gaan gewoon voor de snelle methode. En via de toverstaf kies ik boven in het menu onderwerp selecteren. En Photoshop gaat kijken wat mijn model moet zijn en zal mijn model selecteren. En op zich gaat dat vrij aardig. Er zitten een paar kleine foutjes in zo te zien. En die ga ik nog wel even erbij oplossen. Dus hier is ook een klein stukje meegeselecteerd van de achtergrond. Nou, dat was niet de bedoeling. En bij het selectietool van de toverstaf zit ook snelle selectie. Dan klik je hierboven de min aan. Dan kun je gewoon langzaamaan dingen weghalen. En zo kun je je selectie verbeteren. En je kunt op het plusje klikken om er dingen bij te halen. Maar ook de Alt ingedrukt houden geeft het minnetje. En mocht je al op het minnetje staan, dan kun je bijvoorbeeld met de Shift ingedrukt naar het plusje. En zo werk ik mijn selectie een klein beetje beter bij. En ik loop hem ook gewoon even netjes na. Het haar, daar ga ik me niet mee bemoeien. Dat vind ik veel te ingewikkeld om te selecteren. En ik zorg er wel voor dat je daar dadelijk gewoon niks van ziet. En ook hier nog een klein stukje te veel. En zo is mijn selectie gewoon net iets beter. Nu is mijn model dus geselecteerd en ik moet deze selectie naar uh, een nieuwe laag brengen. En dat doe ik door de selectie te dupliceren met de sneltoets Ctrl J en je ziet in mijn lagenpaneel er komt een lege laag bij met daarop alleen mijn model, want dat was geselecteerd. Nou, en hier kan ik dus nu een lijn omheen gaan zetten. En in plaats van ingewikkeld te gaan tekenen, ga ik dat doen via de laagstijl opties. En de laagstijl opties vind je gewoon door in een leeg gedeelte van de laag te dubbelklikken en dan springt het tevoorschijn. En de optie die je moet hebben, dat is de optie lijn. Dus als je hem aanvinkt en je selecteert het woord lijn, dan krijg je ook de eigenschappen daarvan. En je ziet bij mijn model dat er een klein lijntje omheen staat. Nou, dit kun je dan nog veranderen. Je kunt de grootte wijzigen. En eventueel ook de kleur. Ik wil uiteindelijk voor een wit lijntje gaan. Ik laat hem nog even op zwart staan. Ik heb nog iets wat ik je wil laten zien. Nou, en je kunt inzoomen door de Ctrl ingedrukt te houden en op je foto te klikken. En je kunt eventueel ook uitzoomen door de Alt ingedrukt te houden. En dan zie je eigenlijk al een klein beetje wat het probleem is. Mijn selectie van het model was eigenlijk nog wel dusdanig kartelig dat je dat terug ziet in bijvoorbeeld de kleding. En dat kan ik gewoon in één keer ondervangen. Je kunt namelijk ook de positie van deze lijn bepalen. Je kunt zeggen dat het buiten de inhoud moet gaan staan, maar ook de binnen of op het midden. En dat doe je hier bij positie en hetgene wat je moet kiezen dat is midden. Ik zal je ook laten zien wat er gebeurt als je binnen selecteert. Dan wordt de rand er eigenlijk ook niet fraaier op. Dus je kiest voor midden. Alleen is deze lijn nog steeds niet helemaal vloeiend. En dat komt door die selectie. Maar die selectie die kunnen we nog verfraaien. Dus ik druk even op annuleren. En ik moet eigenlijk gewoon stiekem opnieuw beginnen. Daar heb ik op zich geen zin in. Dus dat ga ik anders doen. Ik heb namelijk al een laag met daarop mijn inhoud. De selectie van daar straks en ik kan die selectie opnieuw activeren door de Ctrl ingedrukt te houden en te klikken op het plaatje van de laag met alleen het model en je ziet ik heb de miertjes weer terug rondom dus mijn selectie is weer actief. Nou, dan ga ik deze laag even uitzetten en ik klik op de achtergrond. Ik ga deze selectie dus opnieuw naar boven brengen, maar ik ga hem eerst soepeler maken en dat doe je boven bij selecteren, bewerken en dan heb je daar vloeiend maken. En wat je dan doet, hier kun je een straling geven. En al je hakkelige punten uit je selectie, die worden dan gewoon mooi soepel gemaakt. Wat je hier moet kiezen, dat uh, is even lastig om aan te geven. Dat is ook afhankelijk van hoe hoekig je selectie is en wat de resolutie van je foto is. En ik kies in dit geval voor uh, de waarde van 20. En ik druk op OK. Nou, zo op het eerste gezicht lijkt er niks te veranderen. Maar toch is mijn selectie vloeiender dan dat die daar straks was. Dus ik ga de kopiëren naar een nieuwe laag opnieuw doen. Dus Ctrl J voor het dupliceren. En je ziet, ik krijg er een andere laag bij. Die oorspronkelijke laag die noem ik even originele selectie. Mocht ik het namelijk nog een keer opnieuw moeten doen, dan ga ik natuurlijk uit van mijn originele selectie. En niet van laag 2. En ik dubbelklik in een leeg stuk. En ik maak gewoon een nieuwe lijn. En als ik nu inzoom, dan zie je gewoon dat dat een mooi vloeiend lijntje is. Dus ik verander nu wel de kleur naar wit en ik denk dat ik deze grote ga hanteren. Dus ik druk gewoon op oké OK en ik vind het wel prima. Nu heb ik daar nog een paar rare dingen in zitten. Onder andere hieronder, want omdat de lijn dus op het midden van de selectie staat, krijg ik hieronder ook een lijn. Ga ik straks oplossen. En ik heb hierboven ook een probleem met het haar. En dat ga ik eerst eens even aanpakken. Ik ga terug naar mijn laag achtergrond en ik ga een nieuwe laag gaan maken. Die laag komt dan tussen mijn losse model en de achtergrond in, en ik moet hierin dus gewoon de dingetjes weg gaan gummen. En dat doe ik vrij eenvoudig. Ik ga eerst gewoon de inhoud van mijn laag met het model verwijderen, maar ik laat de lijn staan. En dat doe je heel eenvoudig door de vulling te veranderen. En het lijkt alsof er niks gebeurd is, maar als ik de achtergrondlaag uitzet, dan zie je dat ik eigenlijk alleen maar de lijn overhoud. Zet ik de vulling weer aan, dan zie je dat het model er langzaamaan bij komt. En dat is dus het verschil tussen dekking en vul. Bij dekking verdwijnt alles en bij vul blijven alle laagstelopties gewoon staan. Maar dat betekent ook, als ik nu ga klonen, dat ik gewoon onder mijn witte lijn aan de slag kan. Dus ik ga naar mijn laag 3. Laat ik die even klonen noemen. En ik ga hierop klonen met het kloongereedschap. Dat vind je hier aan de zijkant of bij de S. En in plaats van monster van alle lagen, of alleen van de huidige laag, kies ik voor de huidige en onderliggende laag. En dat betekent dat die namelijk mijn uh, lijn gewoon niet meeneemt. Dus ik selecteer een brongebied en ik ga gewoon klonen. En omdat mijn kloonlaag eronder ligt, blijft de witte lijn eigenlijk gewoon helemaal intact. En zo ga ik alle stukjes haar netjes opvullen, zodat het lijkt alsof er niks aan de hand is. Ik zie dat mijn witte lijn niet helemaal op 100% dekking staat. Dat is natuurlijk wel prettig. En zo loop ik even langs het haar om te kijken waar ik eventueel nog achtergrond zie. En dat los ik dan gewoon met klonen in een handomdraai op. En als ik nu de laag met de witte lijn uitzet, dan zie je eigenlijk dat mijn kloner er gewoon niet fraai is. Maar dat maakt niet uit, hij ligt achter die witte lijn. Dus vooralsnog het haar klopt. Heb ik alleen hieronder nog het probleem. Nou, dat kan ik ook gewoon heel makkelijk oplossen. Hoe ga ik dat doen? Ik ga namelijk het stuk trui, wat ik mis door de witte lijn, dat ga ik er boven plakken. Dus vanuit mijn achtergrondlaag maak ik een selectie met het vierkante selectie gereedschap. Dat vind je hierboven. En ik selecteer gewoon een stuk onderkant van de foto. En ook deze selectie ga ik vanaf mijn achtergrond naar een nieuwe laag brengen met ctrl-j. En je ziet dat die erbij komt. En die ga ik boven mijn lijn zetten. En je ziet, het valt meteen weg. Ik wil alleen echter nog wel die twee kleine stukjes lijn aan de zijkant hebben. Dus ik ga keurige masker maken. Dat is hier dat witte vierkantje met dat zwarte bolletje. En als ik dan inzoom en met het kwastgereedschap aan de slag ga, dan kan ik dat gewoon met zwart intekenen en zwart op een laag masker. Verbergt dat de huidige laag en dan zie je dat het lijntje gewoon terugkomt. Nou, hier in het hoekje moet je natuurlijk oppassen dat je niet te ver gaat, maar anders kun je je kleuren nog wisselen en kun je gewoon met wit weer een klein stukje verven. Zorg dat je een redelijk harde kwast hebt, maak hem niet te gek groot en je kunt het zo vrij netjes doen. En ook aan de andere kant moet dat natuurlijk gebeuren. Dus ik zorg dat mijn voorgrondkleur zwart is en als ik dus te veel schilder, dat maakt niet uit, dat zie je niet. Want waar de trui zit, daar is het dus de oorspronkelijke zelfde inhoud. En zo kan ik hem wel laten. Nou, eventueel kan ik nog een keer dubbel klikken op het woord lijn. En de lijn wat dikker maken. En ik klik op oké. OK. En zo eenvoudig maak je dus gewoon een lijn rondom. In dit geval een model, maar het zou ook een appel of een ei kunnen zijn of een auto. Het is maar even wat jij wilt. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei